Wij staan hier voor het Theaterhotel in Almelo, waar dinsdag 13 augustus de 74ste editie van de Fietsvierdaagse gaat starten. Meneer Jos Tornij, voorzitter van de werkgroep van de Fietsvierdaagse Almelo, kunt u mij precies vertellen, wat is de Fietsvierdaagse nou precies? Dat is een traditioneel evenement wat al jaren plaatsvindt natuurlijk, 74 jaar zei je al. En wij gaan 4 dagen gaan we de regio Twente in. 1 keer Noordoost, 1 keer Zuidoost, 1 keer Noordwest en 1 keer Zuidwest. Welke afstanden kunnen er gefietst worden? De mensen kunnen kiezen uit 30 kilometer, rondom 30 kilometer, 45 kilometer en 65. Waarbij we met de 30 kilometer ook een beetje rekening houden dat de kinderen mee kunnen doen. We noemen het de kinderroute. Het is ook voor de scootmobiels wat aangepast. Dus dat is de aangepaste route. Mag er nou alleen maar met de gewone fiets gefietst worden of is elektrisch ook toegestaan? Daar hebben we geen onderscheid in. E-bikes en gewone fietsen zijn allebei welkom. En we merken de laatste jaren al steeds vaker dat er meer mensen met e-bikes komen. En ook meer mensen met een helmpje op. Hoe zijn de routes dit jaar tot stand gekomen? Ja, dat doen we. Meestal pakken we oude routes. We hebben nu routes van 2009 en 2011. Die gaan we weer narijden. Passen we aan. Er zijn nieuwe fietspaden. Die voegen we in. En zo ontstaat die route. Wat kunnen de fietsers zoal onderweg verwachten? Ja, natuurlijk hopen we op mooi weer. Dat is ten eerste wat we mogen verwachten. En dan ten tweede, we gaan natuurlijk door het prachtige landschap van Twente. We hebben heel veel fietspaden opgenomen in onze routes, zodat het ook lekker ontspannen en rustig fietsen is. Dan zijn we langs culturele plekjes. We hebben een paar keer over een kasteel in de route zitten, een molen in de route zitten. Noem maar op, wat je ook maar kunt bedenken, zit in de route. Kan men zich nog aanmelden? Men kan zich tot zondag 18 uur, kan men zich nog aanmelden via onze site. Dan hoort men het nog bij de voorinschrijvers. Maandagavond hebben we nog voorinschrijving hier in het Theaterhotel. En vanaf dinsdagmorgen kan men ook nog inschrijven. En zo kan men elke morgen nog weer inschrijven. Want ja, het is wel zo dat er ook mensen zijn die zeggen, ik ga niet 4 dagen mee, maar ik ga 1, 2 of 3 dagen mee. Nou, we wensen u een fijne fietsvierdaagse. Dat hopen wij ook. En vooral de deelnemers dat die een fijne fietsvierdaagse hebben.